We gaan aan de slag met kaasstengels. Welkom bij de kookworkshop, het maken van kaasstengels. Je hebt maar een paar ingrediënten nodig om kaasstengels te maken. Die staan uiteraard in het recept en in het boodschappenlijstje. In het boodschappenlijstje staat ook welk keukengerei je nodig hebt. Het is handig om dat even klaar te zetten. En alle ingrediënten komen ook nog even voorbij in het filmpje. Nou gaan we beginnen. En we beginnen met het uitrollen van ons deeg. En je mag bladerdeeg of pizzadeeg gebruiken. Dat is maar net wat je lekker vindt. Pizzadeeg, dan krijg je een beetje een broodstengel. En bladerdeeg, dan wordt die wat krokanter. Ik gebruik zelf pizzadeeg. Die rollen we uit. Heb je nou uit diepvries, zorg dan dat je het goed van tevoren eruit haalt. Want anders kan het breken op het moment dat je het uitrolt. Een beetje bloem op je werkblad, want je gaat het pizzadeeg nog een beetje uitrollen. Ik doe het gewoon zo. Zijn kop. En dit is bakpapier. Dus als je dat wilt, dan kun je dat ook hergebruiken. Ik gooi het nu weg omdat ik een bakmat heb. Maar je kunt het natuurlijk ook gewoon op het rooster leggen. Ook op de bovenkant wat bloem. Daar gebruik ik royaal bloem op mijn werkblad. Dan kan ik het er zo weer afhalen. Je zorgt natuurlijk dat je werkblad schoon is. Nou, deze rol je een beetje verder uit. Want anders krijg je wel hele dikke kaasstengels. En dat die niet helemaal meer recht is, dat geeft op zich niks. Je ziet, ik rol hem zodat hij ongeveer de helft dunner is dan dat hij was. Neem je een eitje. In een kommetje en met een vorkje pak je het eitje en moet. En dan smeer je die hele plaat smeer je in met ei. Nou, mocht je nou allergisch zijn voor ei, dat kan. Dan kun je ook melk gebruiken. Of water. Het gaat erom dat het een beetje plakt. Het beste gaat dat met een siliconen keukenkastje. Dan pak je je kaas erbij. En dan doe je de helft. Of je dan de bovenkant of de onderkant doet, dat maakt natuurlijk niet zo uit. Het is eigenlijk makkelijker om de onderkant te doen, want dan kun je het naar je toe vouwen. Deze pak je vast en die vouw je er overheen. Het voordeel is van deeg, dat kun je alle kanten optrekken. Nou, en als je het net als ik verkeerd erom hebt gedaan, dan trek je hem gewoon naar je toe. Je moet wel nog een beetje uitrekken. Het zijn handmatige kaasstengels, hè? Dus het is handwerk, dus het hoeft niet perfect. Je ziet wel eens van die perfecte kaasstengels in de winkel. Die zijn in een fabriek gemaakt door de machine. Nou, dat zijn wij niet. Het zijn ambachtelijke kaasstengels. Dus dat het niet perfect is, dat geeft helemaal niks. Bovenkant weer insmeren met ei. Zo. En dan weer kaas. En het heet niet voor niks kaasstengels, dus je mag royaal kaas smeren. Dan neem je een pizzames, dat is het makkelijkst. Je kunt ook een gewoon mes gebruiken, maar een pizzames rolt doorheen. Dus dat is wel het makkelijkst.
En dan snijd je stroken van ongeveer 2 vingers dikte. En je hoeft echt niet je vingers erbij te houden om af te meten, gewoon een beetje schatten. Je kunt ook zeggen, ik wil 10 strookjes, dan maak je 10 strookjes. Kijk, mijn buitenste is ook wat smaller, want het is een beetje scheef geworden. Dat maakt niet uit, want je rolt ze straks nog op. Pakken we die erbij. En dat is een rooster met bakpapier. En ondertussen mag je ook de oven even gaan voorverwarmen op 200 graden. Je legt hem, dit vind ik het makkelijkst, je legt hem op het rooster of op de bakplaat op je bakpapier. En dan begin je halverwege te draaien. Zo. En dan de andere kant ook. Je pakt hem halverwege vast. En dan draai je. Vind je nou het draaien heel ingewikkeld? Het hoeft niet. Op de plaat in het midden vastpakken. En dan draai je hem een paar keer om zijn eigen as. En dat is gewoon een handigheidje. Dan heel even je handen wassen, want die zijn vies geworden van het aanraken. En dan smeer je de gedeeltes waar geen kaas zit, dus die droge gedeeltes, smeer je nog even een keer in met ei. Als het goed is, heb je aan 1 eitje genoeg. Maak je een dubbele portie, dan heb je ook nog een eitje nodig. Mochten ze nu niet allemaal op de plaat passen, omdat je een kleine oven hebt, je kunt ze in 2 keer bakken. Het geeft niks als ze een poosje buiten de oven staan. En dan nog een beetje kerst. En dit hoeft niet, dit is wel optioneel. Maar ja, het heet kaasstengels, dus dan is het ook handig als er kaas in zit. En welke kaas je gebruikt, kun je helemaal zelf eten. En je kunt zelfs, als je dat zou willen, en je zou een beetje hartiger willen, kun je bijvoorbeeld ook zeggen van, hey, ik doe in plaats van kaas tussen die laag, doe ik een ham tussen. Of bijvoorbeeld een keer roomkaas. Dan krijg je weer een heel ander smaakje. Hetzelfde recept, maar ander smaakje. Dan zijn ze klaar en dan gaan ze nu de oven in en ze gaan een kwartiertje in de oven. Gebruik je bladerdeeg, dan is het 20 minuten. Pizzadeeg moet een kwartiertje, bladerdeeg moet 20 minuutjes. Kijk altijd ook even naar jouw verpakking van het deeg wat je gebruikt. Wat daarop staat aan de instructies, hoe lang het er eventueel in de oven moet. Want er is ook pizzadeeg, dat hoeft maar 10 minuutjes. Zijn ze dan nog heel licht, kun je altijd nog wat langer doen. Terwijl je kaasstengels in de oven staan, kun je natuurlijk even opruimen. Een tip voor bloem, als je bloem op je aanrecht hebt. Bloem en water, dat wordt 1 dikke bende. Dus als je heel veel bloem nog hebt, droog doekje, bakje of gewoon in je gootsteen. Maar ik adviseer een trilbakje. Want anders heb je die bende in je gootsteen en dan wordt je gootsteen ook niet blij van. En als je het aan de keukentafel doet, dan kun je dit natuurlijk ook doen. Het meeste eraf en dan met een natte doek even na. Want bloem en water, dat wordt echt een hele vieze kleverige bende. En dan zijn ze klaar om te eten. Natuurlijk moet je ze wel even laten afkoelen een beetje. En heerlijk met een kom tomatensoep of andere soep. Of gewoon zo. Eet smakelijk.